We zijn aan de slag gegaan om te ontdekken wat er in het DNA van deze vier spelers zit. Heel hartelijk welkom Joao Veldman, Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Daley Blind. Jullie hebben alle vier een MyHeritage DNA-test gedaan om jullie roots te gaan ontdekken. We gaan een spelletje Wie is het spelen om jullie familiegeschiedenis te ontdekken. Oh, Daley. Jonge Daley. De eerste vraag is, een van jullie heeft 2,5% Oost-Aziatisch DNA in zich. Wie denken jullie dat dat is? Is allemaal in één keer goed. Ja? Weet je waar het vandaan komt, Joao? Het gaat wel ver hoor. Volgens mij is de moeder of de oma van mijn oma is Indisch. Nou ja, zo kom ik dan wel een beetje in Azië uit, ja. We hebben ontdekt dat jouw overgrootvader Lammert Bracht in het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger heeft gezeten. Ja. En je overgrootmoeder, Jacoba van den Kamp, is in Indonesië geboren toen het nog een Nederlandse kolonie was. Dat verklaart inderdaad jouw Oost-Aziatische DNA, jouw roots. Als ik kon kiezen, had ik misschien wel voor Indonesië gekozen. Ja. Ja, volgende vraag. Eén van jullie die zou naar Lapland kunnen gaan om daar zijn Finse roots te ontdekken. Wie van jullie houdt van rendieren? Ik zie Klaas, Klaas, Daley en Klaas. Oh, allemaal fout. Het is Dusan. Dusan? 5% uit Finland. Finland? That's why you like fishing, man. Volgende vraag is waar of niet waar? Daley heeft Noord-Afrikaanse roots. Waar of niet waar? Noord-Afrikaans. Jullie hebben het inderdaad goed. 4,3% Noord-Afrikaanse DNA in je. Verrast of? Ja, toch wel. Met Noord-Afrikaans, ja. Volgende vraag. Een van jullie zou zijn biertje moeten verruilen voor een ouzo om te proosten op zijn Griekse roots. Yes, maybe me. Ja, jullie hebben het allemaal goed. Het is Dusan inderdaad. Dusan, je hebt voor 17,4% Grieks en Zuid-Italiaans bloed in je. You love Ajax also. Ajax also. Yeah. Mooi, hè? Dusan en Daley, jullie hebben uiteraard alle twee in Engeland gespeeld in de Premier League. De volgende vraag gaat over Engels DNA. Want wie van jullie heeft dat nou het meest, denken jullie? Engels DNA. Nee, inderdaad, het is Daley. En je bent best wel heel Engels. 61,4%. Ik kan niet verder dan Zeeland. Dus de volgende vraag is, één van jullie heeft matches in 50 verschillende landen. Wie denken jullie dat dat is? Oeh, dat is wel divers, maar het was inderdaad Dusan. 1920 matches in 50 verschillende landen. Dus jij was het meest divers als we kijken naar alle landen op de wereld. Daley, jij had 1986 matches in 36 landen. En Klaas-Jan heeft er 3262 in 41 landen. Joao, 3643 matches in 35 landen. Ja, mijn familie zit overal. Ja. Volgende vraag. Wiens voorouders stonden bekend om hun creativiteit en vakmanschap? Vakmanschap. Ja. Jouw bedovergrootvader, Dirk Adrianus Huntelaar senior, was volgens deze huwelijksakte een meubelontwerper. Zijn vader Baltus was een stoffeerder en zijn schoonvader Hendrik van Zwieten was een timmerman. De vader van de timmerman Hendrik was de Amsterdamse schilder Willem Gerrit van Zwieten. My friend is a king. Zouden jullie mensen aanraden om zo'n test te doen, een DNA-test? Dat je wat meer te weten komt over je roots? Nee, ik denk dat je het wel kan zien, toch? Je gaat soms 7, 8 generaties terug. En dat is wel zeker interessant om dat uit te vinden, ja. Welke resultaten hebben jullie nou het meest verrast eigenlijk? Dat Daley uit Noord-Afrika komt. De Noord-Afrikaanse, dat is wel blijven hangen, ja. Dat is de verrassing van de dag.